gezelschap dat ook eigenlijk nauw verbonden is met het CC hier van Lier, waar wij onze thuishaven zo wat hebben. En naar aanleiding daarvan zijn wij al heel wat jaren mee actief in de zomer in het park. En dus ook dit jaar. En dit jaar komen we op de proppen met een historische legende. Een waar gebeurde legende die we geplukt hebben uit Engeland. Het speelt zich af in Coventry, een stad in Engeland. En het is daar al jaren de gewoonte dat eigenlijk van overheidswegen de burgers heel veel moeten betalen om alles bekostigd te kunnen krijgen. Ja? En eigenlijk het volk wordt daar een beetje afgeperst, zou ik niet zeggen, maar ze leeggezogen. Ieder jaar moeten ze het onderste uit hun kan geven om de stad te kunnen laten verder functioneren. En dus ook op het moment waar ons verhaal start, is die vraag er, burgers, we hebben geld nodig, maar de burgers hebben geen geld. En dan gaat de bal aan het rollen zo'n beetje. De burgers zoeken naar een oplossing en komen te raden bij de vrouw van de burgemeester, de graaf Leofric, zijn vrouw. Die gaat hopelijk voor een oplossing zorgen. Aan haar wordt een oplossing gevraagd. En zij komt wel met een heel bijzondere oplossing voor de dag. Die misschien niet gaan klappen zo, hè, vooraf. Dat is waar de mensen een beetje moeten voorkomen of het gaan opzoeken. De legende, het is effectief een legende die nog altijd zeer gekend is in Engeland vooral. Lady Godiva, in heel wat liederen ook bezongen. Queen heeft er onder andere een lied over. Er zijn ook pralinen naar genoemd, de Godiva pralinen. En ook de naam Peeping Tom zit in dat verhaal, ook heel gekend in Engeland. En dus die legende gaan wij op groteske wijze en met alles op en aan en nederdracht en toestanden brengen. De bedoeling is, of wij hebben gerepeteerd naar het maken van een hilarisch stuk. Grootse figuren uit de gordijnen gekropen, letterlijk, om het verhaal te vertellen in een groteske, speelse, humoristische stijl. We willen het publiek vermaken en tegelijk een leuk verhaal vertellen. Voilà. Stel voor dat wij het introotje spelen, het begin van de voorstelling, en dan kunnen we eventueel desgewenst nog een paar kleinere dingetjes opnemen. Er is geen respect meer voor de adel. Ja. Engeland is de vloermat geworden waaraan alle landen van de wereld hun voeten vegen. Ja. De Normandiërs, ja. De Ieren, ja. De Joden, ja. De Denen. Ja. Leven de Saxers! Leven de Saxers! Lady Godiva! Beste mensen van Coventry, we zijn hier samengekomen voor de Spelen. En die zijn dit jaar ten voordele van de monniken van Duckdale. Hun bijwaterval is deze winter met deze strenge vorst gebarsten en wij zijn aan het sparen voor een nieuw. En de overschot van het geld gaat volledig en integraal naar mijn achtste klok. Wij danken u bij voorbaat voor uw milde giften. Wij verklaren de Spelen van Coventry voor geopend. Ready? Go! Ja! Voor Coventry! Ready? Go! Yeah! 30 love!
koeien zijn er in Coventry. Koeien? Koeien, ja. Met ossen en zwijnen, velden, akkers, molens, kerken, kathedralen, alles wat het kapitaal vertegenwoordigt. Weten jullie hoe groot kapitaal is dat Coventry vertegenwoordigt? Geen antwoord, zouden jullie zeggen. 12.000 pond. Nee, pak 10.000. Hè? Dat is beter, hè? 10.000 pond. Ik eis dus 10.000 pond. Maar zo, dit bedrag gaat boven onze mogelijkheden. Ja. Koning Edward... Koning Edward, dat is nu gecastreerd. Koning Edward kan geen 10.000 pond eisen van de stad Coventry. Koning Edward eist 10.000 pond van de stad Coventry voor het Saksische leger. Of zijt gij misschien Normandiërs geworden? Sir, luister. Koning Ethelred, een Engelsman, eist belastingen. Koning Knut, een Deen, eist eveneens belastingen. Koning Edward, die deels Normandiër is, vraagt nu om ons geld in een Saksisch leger te steken. Ha, wij willen wel levende Saksers roepen, maar wij begrijpen niet waarom men altijd ons geld nodig heeft. Hè? Mijn redenering. Als wij geen leger nemen, zullen de Denen ons ook aanvallen. Volg goed, geen leger, geen veiligheid. Geen veiligheid, geen werk. Geen werk, geen geld. Geen geld, geen leger. En zo is de cirkel rond. Ik eis dus 10.000 pond. Hoezo? Wij hebben ze niet. Ik ook niet. Daarom vraag ik ze aan jullie. Zie jij een oplossing? Ik zie geen oplossing. Ik wel. Welke? Jullie laten opknopen op het plein van Coventry. Ready? Ja. Go! Ja! 30-all voor Sir, wij zijn niet akkoord. Heeft mij de tijd om je te overtuigen en jij zult akkoord zijn. Anders ontbreekt het jullie aan burgers in. Het ontbreekt ons niet aan burgers in. Voilà, goed mijn redenering. De twee belangrijkste burgers van Coventry worden op gevolgd. Panische angst bij alle burgers van Coventry en onmiddellijke betaling van datgene waarover zij niet beschikken. Dat moet zo'n 12.000 pond kunnen opbrengen. Ready! Go! Ja! Yeah. Oh, hey. Ja! 30-180! Game, set, match, point, use, all, and the winner takes it all. Kom maar, lieve vrouw. Hier is je held, kom. Zo, houdt u er werkelijk aan ons te zien hangen? Ja, stop. En we gaan even stoppen. Klaar, tot hier. Ja, kom maar. Ja, fantastisch. Dat ziet er heel goed uit. Ja, interessant. Het was sexy, ziet het van sexy. Is er altijd plaats of is dat... Hij niet zeker dat er altijd plaats is. Maar dat zal wel lukken. Ja. Dat zal wel lukken. Ja, reserveren via Zomer in het Park. Een telefoonnummer van het CC. Ja, dat is zeker, maar we hebben wat extra stoelen ook om nog bij te kunnen zetten. Dus in principe is er altijd plaats. Dat hangt heel veel van het weer af. We hopen. Nee, wij hebben hier ook op dit eiland een aantal jaren geleden. 3 jaar geleden. Is dat 3 jaar? Ja. 4 jaar geleden? Ja. 4 jaar voor. Hebben wij, wacht, moet ik hem terug opzetten? Diplodocus Dex. Voor Diplodocus Dex. En daarvoor hebben we Othello op dit eiland gespeeld. Ja. Maar toen gazaad, nog... gazaagend. Daar zult het nodig hebben, ik zie het. Het vage vuur, hè. Frank, zullen wij anders aan de kabak staan? De dames hier zo wat voorhand of zo?